want hier staat nog wat gevaarlijk materiaal. Trek ik het iets voor u opzij. Zo, gaat u gaan. Wat voor dieren hebt u nou nog allemaal meer gedresseerd in uw leven? Oh, dan krijgen we een hele rij. Olifanten, alle soorten roofdieren, leeuwen, tijgers, panters, beren, verschillende soorten beren. En dan de exoten, dus zebra's, buffels en dat soort werken. En die zijn er ook allemaal te dresseren? Dat is allemaal te dresseren. Ieder dier is te dresseren, mits je de juiste man kan vinden die het doet. Dus dat is een beetje het punt. Maar ieder dier is te dresseren, want ieder dier heeft zijn natuurlijke eigenschappen en daar kan je gebruik van maken. Maar je moet je in het dier verplaatsen als je hem wil en kan dresseren. Ja, hoe kan een mens zich nou in een dier verplaatsen? Proberen de wereld een beetje door het oog van het dier te zien. Hè? En daarom is het zo belangrijk dat je dus met dieren begint met het verzorgen in de stal. Dat je ze gaat leren kennen in hun rustige en natuurlijke set waar ze zich thuis voelen. Hè? Toch denk ik dat u wel blij bent dat hij nu een ezel heeft en niet een panter of een tijger. Ja, echt waar. Ik was niet echt bang, maar dat risico zit er altijd in dat er iets gebeurt natuurlijk. En dan hadden we 3 kleine kindjes, dus het is natuurlijk, het blijft gevaarlijk. Het kan altijd iets gebeuren. En, hij knikt ook. Ik wilde hem niet missen, liever. Nee. Er is een moment natuurlijk dat u voor het eerst met zo'n wild dier de kooi in moet. En dat hij nog niks weet. Nee, maar ik wel. Want ik denk en dat dier leeft naar zijn instincten. Dus ik zeg altijd, een dompteur met heel veel littekens is een slechte dompteur. Want die heeft dus niet nagedacht. Hè? Je moet er altijd mee blijven rekenen dat een roofdier is en nooit een tamdier zal worden. Nee, maar dat snap ik. Ja. En dat hoor je ook wel eens. Ja. Maar u hebt, noemen ze dat op, een panter? Ja, panter, leeuwen, tijgers. Oké, en u hebt een panter. Ja. En u moet de eerste dag met een panter in een kleine ruimte. Ik heb hem dus eerst verzorgd, daar gaan we vanuit. Je koopt niet een panter en je gaat mee in de kooi. Dus je hebt hem verzorgd, je hebt mondcontact, je hebt hem gevoerd. Dan heb ik ook zo'n tasje voor mijn buik hangen met stukjes vlees. En dan ga ik ver bij hem vandaan op een stoel zitten. En dan roep ik hem en ik gooi hem een stukje vlees toe. En dat valt vlak bij hem neer. En dan, dat is die me altijd verzorgt. En zo ga je dan langzaam opbouwen dat je er dichterbij kan komen. Zonder dat hij dus geïrriteerd of angstig raakt. Wat nog veel, daar heb je helemaal niets aan. Hè? Want het dier moet juist in vertrouwen met je de dressuur op gaan bouwen. En zo ga je heel langzaam vooruit. Je bouwt een verstandhouding met hem op. Ja, en dan ga je dus aan alles op voeren. Dan ga je het stukje vlees op een stokje zetten. Als je zo dichtbij hebt kunnen komen. En dan ga je dus met dat stokje voeren. Wat weer inhoudt, als ik met dat stokje naar dat bankje wijs waar hij op moet, dat hij achter dat stokje aanloopt vanwege dat stukje vlees. En zo lok ik hem op dat bankje. Is hij boven, krijgt hij zijn stukje vlees. Dus de volgende reactie wordt, zit ik daar, krijg ik een stukje vlees. En zo leer je aanplaats. En als hij eenmaal aanplaats, dan ga je weer verder. Dan zet je andere banken neer waar je hem naartoe lokt, waar hij over moet springen, terug moet springen en weer naar zijn aanplaats. En als we dan van de roofdieren naar de paarden overgaan of naar de olifant, die lopen rond. En dat is hun aanplaats. En daar vandaan worden ze geroepen en gaan ze hun kunstjes vertonen. Maar het rondlopen, dus het terug naar de piesterand, dat is hun aanplaats. Eigenlijk hun rustpunt, zou je kunnen zeggen. Ik heb in Mexico een tijger bovenop me gehad. En dat beest kon er ook niks aan doen. Die kwam in de overgangsjaren en dan kan het in hun kop slaan, net als bij ons mensen, en die was doorgedraaid. En mijn verzorger, ik had ze in 20 kwartier staan, want ik werkte met andere dieren in het circus. En die zei mij, het is gevaarlijk nu, want die tijger die vliegt maar heen en weer en die wil niet eten. Ik zei, laat maar binnen, beweging kan nooit geen kwaad. Ik had verder door moeten denken, dus 7 tijgers kwamen er binnen en 1 viel gelijk aan. En die bleven aanvallen. En dan heb je zo'n vangvork, dat is een houten vork waar je ze mee in hun nek opvangt om ze van je af te houden. Daar is er 2 van gebroken en toen had ik dus niks meer. En hij bleef dus aanvallen, dus hij sprong mij op mijn lichaam. Dus 1 klauw hier, 1 klauw hier. En dan krijg je dus die kop hier zit.
En ja, dan word je natuurlijk sterk, want dan gaat het om je eigen overleving. Eerst gaat je leven als een film aan je voorbij, want je denkt... Dat is echt zo, dat zeggen mensen altijd, maar is dat echt zo? Nee, dat is echt zo. En ik zag mijn vrouw met mijn dochtertje buiten de kooi. Dus ik denk, nou, zie ik ze nog of zie ik ze niet meer? En dan krijg je natuurlijk een ontiegelijke kracht. En ik heb hem van me afgeslagen en toen kon ik weer een bankje grijpen en toen hem de kooi uitgedreven. Maar nu waren die andere zes, die hadden dat dus mooi meegekregen. En die denken, hé, dat gaat hier de goede kant op. Hè. Dat is een prooi, dat is niet meer de dompteur. En toen heb ik met die nog een keer goed doorgenomen, het nummer. Dat ze meteen... U bent in de kooi gebleven? Ja, ik ben erin gebleven, ja, zeker. En toen hebben we dat nummer eens even goed doorgenomen, dat ze weer wisten waar het aan schortte. En toen heb ik de veearts gebeld. En die zegt, ja jongen, zo en zo. En het gaat er niet bij, het is levensgevaarlijk. En ik zeg, dat weet ik inmiddels. Hij zegt, maar als je hem nou iedere dag spuit met hormonen, dan binnen 14 dagen kan je er weer mee werken. En dat hebben we gedaan. En dat functioneerde prima, ja. En een chirurg heeft me dichtgenaaid en we konden weer doorwerken. Ja, en in Mexico lekker warm, dus dat zweet loopt in die wonden en dan gaat het gauw dicht, hoor. Ja, maar u stond er dus bij, begrijp ik. U moet zich voorstellen, je weet het gewoon. Je weet het altijd dat het gaat gebeuren misschien. En dat is toch iets raars, want dan, als het dan gebeurt, dan ben je toch eigenlijk rustig. Maar ik zag die andere zes dus zo, kijk echt die oortjes zo helemaal. Ik denk, nu is het gebeurd, want hoe kan een mens overeind blijven als een tijger aanvalt? Maar Jos, die is zo agressief van natuur, dus die gooide zich in die aanval. En daardoor viel hij dus niet op de grond, maar... Hij gooide zich als het ware die tijger in zijn armen en bleef overeind. En dat was de redding. En dat is alleen omdat hij van nature agressief is. Want ieder normale dompteur die zou achteruit gegaan zijn. En daardoor uiteraard gevallen als die. Want die tijger is echt groter dan als een mens. Hoger als die op zijn achterbenen komt. Maar ja, zuiver eigen schuld, hè? Door niet na te denken, niet even de tijd te nemen over de gegevens na te denken, zeggen, nou, alleen we gaan wel, puur eigen schuld. Niet de schuld van het dier. Dus ik ben prima met het beest in orde gekomen en die heeft keurig netjes gewerkt. Dus zuiver de dompteur die de fout maakte. Komt u uit het circus Voort, allebei? Nee. Allebei geen van niet. Tweeën? Nee. Hoe bent u dan bij het circus? Ik ben op dompteurschool begonnen. Ik was ruiter, dus ik heb rij- en springpaarden gereden. En ik heb er ook les gegeven. En dat vond ik zo'n uitzichtloos beroep. Dat ik denk, daar schrijf ik mee uit. En ik ga alleen de dieren in. En toen ben ik dus naar de dompteurschool gegaan en heb daar een opleiding gevolgd. En u? Ik ben ook uit de paardenwereld en heb dan bij Knie Hogeschool gereden. Bij Circus Knie? Circus Knie, dat is in Zwitserland, dat maar, hoort bij de opvoeding. Maar u kwam niet uit de circusfamilie? Nee. Gewoon uit een burgerfamilie? Uit burger. Mijn vader is professor in de mathematiek, dus en hoe kom je dan? Hoe kom je dan in het circus? Gewoon dierengek, helemaal gek van dieren. En dan over de paarden. Ja. Dan kom je bij het circus over de paarden. En hoe vond uw vader dat? Nou, mijn vader die vond dat stinken. Ik stonk altijd naar de paarden. Ja. En dan moest ik in de kelder moest ik mij omkleden, eer ik naar boven kwam. Ja. En ik vond dat natuurlijk achterlijk, want ik rook dat niet meer. Dat nee, maar ik bedoel, als je vader professor is en je dochter gaat het circus in, dat is ongewoon. Ja. Hoe dachten ze daarover? Bij Knie vonden ze dat ging dan allemaal. Maar toen ik nog een man uit het circus vond, toen hadden ze het gevoel, dit is iets van een ander planeet of zo. Uw ouders vonden dat? Ja, hadden ze een beetje moeite mee. Hè? Mijn vader vooral. Mijn moeder die was heel artistiek. En die vond dat zo'n recht door zee keel. Nee, die vond het eigenlijk prima. Maar mijn vader had daar echt een beetje moeite mee. Jammer genoeg. Maar hij kwam altijd kijken. Hè? Altijd kijken, de voorstellingen. Ja. Hij was natuurlijk toch trots in zijn hart ergens. Maar hij begreep er, geloof ik, niks van. Nee, heeft hij die trots uiteindelijk ooit uitgesproken? Nee. Helemaal nooit? Niet echt, hè? Nee. Jammer genoeg niet. Oh, hij was een hele goede man. Was een hele goede man. Zo heel zacht. Ik kan me dat levendig voorstellen, hoor. Als je dochter daar met zo'n half wilde trouwt, hè? Want in die jaren was ik echt een half wilde. Ja. Nee, ik vond een ander planeet. Ik heb nu zelf dochters en die komen dan ook met die heren naar huis. En dan denk ik ook, nou, hè? Moet dat nou zo nodig? Hè? Maar dan zeg ik maar niets. En, Was het liefde op het eerste gezicht? Hè? Nee, niet. Nee, ik vond hem zo anders en zo vreemd. Nee, ik moest er heel even aan wennen. We hebben één seizoentje samen gemaakt. In Zwitserland was hij ook. En toen...
daarna zijn we ook gelijk getrouwd. Ja? Want als je reist en iedere keer dan uit elkaar, dan gaat dat niet. Dus dat had hij de ervaring gemaakt. Ja. Hij zegt gelijk trouwen. Met jou trouw ik gewoon. Ja. Maar u zei net, hij is agressief van nature. Daarom kan hij die dieren ook zo goed aan. Ja, zeker weten. Maar er komt er zo'n burgermeisje. Hè, trutje, dan... ja. Zo'n echt trutje. Ja, echt. En die valt dan op zo'n rare, agressieve kerel. Maar in welke maakte dat juist indruk? Hij regelde alles, roept zoek en hij schold daar met de directeur. En al die beesten, dat vond ik helemaal het einde. En die flitsten daar allemaal voor hem. Ik denk, dat is het zevende wereldwonder. Ja. We zijn dan ook 34 jaar getrouwd. In 35 nu. Haast. Ja. En is hij nog steeds het zevende wereldwonder? Nou, iets minder natuurlijk. Laten we heel eerlijk blijven. Nu zijn we meer zo hele verknochte... gezellige oudere luidjes geworden. Dit hoeft allemaal niet meer zo nodig, zo spannend. Hè? Nee. Bent u blijven optreden trouwens? Ik ben mee opgetreden tot de kinderen te veel voor me eisten eigenlijk. Want dan vond ik...